Dit is Herman Den Otter, meubelmaker. En dit is Charlotte Kaspers, kunsthistorica, gespecialiseerd in reconstructies van schilderijen. Voor deze tentoonstelling bundelen zij hun krachten. Hij maakte de panelen, zoals die gebruikt werden in de tijd van Van Mierenveld. Zij gebruikten deze om een prachtige reconstructie op te maken. Een arbeidsintensief proces. Als je een paneel gaat maken voor een schilderij, dan dat maak je van een boomstam natuurlijk. En er zit een heleboel stappen in eigenlijk. Nadat hij geveld is, wordt hij in platen gezaagd. Hier ligt de stam eiken waar we de panelen uit maken voor de tentoonstelling. Je ziet eigenlijk de hele vorm van de boom. Dit zijn de dosse delen, de buitendelen. En dan kom je hier bij de hartdelen, de hartplaten. Die zijn kwartiers gezaagd. En die kwartiersgezaagde planken zijn eigenlijk het mooiste om schilderijpanelen van te maken. Want ze trekken niet krom en ze krimpen heel weinig. Deze lange houten planken moeten worden geschulpt. In goed Nederlands in het juiste formaat worden gezaagd. Panelen van Van Mierenveld bestaan uit drie delen naast elkaar. En het grappige is dat het middelste deel meestal wat breder is. Daar neemt hij het breedste deel van, want daar komt natuurlijk het hoofd eigenlijk op. En de rest is meer voor kleding en achtergrond. Ik maak hier een middenpaneel van en dat wordt dan in dit geval ongeveer 28 breed. Dit rechthoekige stuk hout moet vervolgens nog dunner en vlakker worden gemaakt. Tegenwoordig eerst met de machine en daarna nog met de hand. Dat hebben we een speciale schaaf voor gemaakt. Of het is eigenlijk op zich een ouderwets type schaaf. Hij wiebelt, je ziet het. Hij heeft een bolle zool. En wat hij doet is, hij schaaft hele dikke krullen eigenlijk. En dat zie je dus op de achterkant van die panelen, dat die met zo'n bolle schaaf zijn geschaafd. Het prettige hiervan is dat hij dus heel snel heel veel hout eraf schaaft. Dus daar is de achterkant mee gedaan. De voorkant is met een vlakke schaaf gedaan. Hij had een beetje kaars zetten op, zodat hij goed glijdt. En dan schaven we het bij. Vervolgens moeten de paneeldelen aan elkaar worden gezet. In de tijd van Van Mierenveld gebeurde dit door ze koud tegen elkaar te lijmen. Maar Van Mierenveld bleef zijn hele leven werken met panelen met messinggroefverbindingen. Het bijzondere van die panelen van Van Mierenveld is dat ze met messinggroefverbindingen gemaakt zijn. Dus de drie verschillende delen waar ze uit bestaan zijn met messinggroef aan elkaar gezet. Met een andere beitel wordt nu de groef gemaakt. De voor- en de achterkant van het paneel hoeft nu alleen nog te worden bijgeschuurd. Dan heb je dus een groter paneel gekregen. Dat moet dan nog één keer aan de voorkant netjes platgeschaafd worden. Omdat er bij dat lijmen toch hele kleine niveauverschillen blijven. En aan de achterkant krijg je een bossingkant, dus een schuin afgewerkte kant. Zodat het schilderij goed in de lijst past. Met een dunne rand. En dan is het klaar eigenlijk. Zo, en nu kan Charlotte aan de slag. Om een reconstructie te maken van een 17e eeuw schilderij moet je heel systematisch te werk gaan. Je begint onderaan, op de drager, de houten panelen in dit geval. Die ga je voorbereiden. En dat doe ik door een krijtlijmgrondering aan te brengen in lijmlagen. Zo'n grondering bestaat in de 17e eeuw en daarvoor eigenlijk ook uit een mengsel van dierlijke lijm en krijt. Krijt is dan de vulstof. Het krijt wordt in de lijm gezeefd om ervoor te zorgen dat de klontjes eruit zijn en dat het krijt langzaam gespreid in de lijm valt. Als de lijm helemaal verzadigd is met krijt, ziet het er zo uit en kan het gronderen beginnen. Dus nu de lijm verzadigd is met krijt, heb ik de grondering, een soort pannenkoekenbeslag. En die ga ik uitstrijken op het eikenhout. 17e eeuwse gronderingen voor de panelen zijn wat dunner dan in de eeuwen daarvoor. Nou, nu de grondering op het hout zit en droog is, ga ik hem wat afdunnen en glad schrapen. Dat doe ik hiermee. Dat is een schraapstaal. Dus het is metaal met een braampje, waarmee je dus overtollige grondering wegschraapt.
Dit is nodig om het paneel zo glad mogelijk te maken. Na dit gladschrapen wordt verf gemaakt voor de imprimatura. Een klein laagje voor op de grondering. Dat heeft als functie een middentoon om op te schilderen en ook een verdere isolatie. Pigmentpoeder wordt door elkaar geroerd met lijnzaadolie. Tot een verfpasta. En uiteindelijk met een loper om het nog beter te mengen. Nou, dit olierijke verflaagje wordt dus heel dun aangebracht op de krijtgrond. Er zit ook veel olie in, ook een beetje krijt. Nog heel transparant. De laatste voorbereidende stap is het maken van een ondertekening. Nou heeft Van Mierenveld dat waarschijnlijk niet uit de losse hand gedaan, maar heeft hij een ponstekening gebruikt. En die kun je dus hergebruiken, wat Van Mierenveld ook zeker gedaan heeft. En je brengt dat aan op je ondergrond, pigmentpoeder in een zakje, dus dit. Ja, gewoon los pigment in een zakje kun je daarop kloppen. De puntjes die hierdoor zijn ontstaan worden nagetrokken met waterige zwarte verf. Daarnaast hou ik een infrarood reflectogram waar je de ondertekening van dit schilderij op kan zien. Dus zo zie ik wat voor ondertekening Van Mierenveld heeft gemaakt. En heb ik wat meer houvast. Met het maken van de ondertekening zijn de voorbereidende stappen voltooid. Nou, het aanbrengen van de ondertekening is het laatste wat ik hier nog kan doen. En de rest van de reconstructie zal ik op zaal in de Prinsenhof schilderen naast het originele schilderij. Op sommige dagen kunt u Charlotte hier in het museum aan het werk zien met de reconstructie van het portret van Sarah Bosgaard.